De wet van relativiteit, oftewel betrekkelijkheid. Ja, Einstein zei het al, hè? Alles is relatief, het is maar hoe je het bekijkt. Want als wij zeggen van dat is een groot lang mens, iemand van 2 meter, dan is dat niets in vergelijking met een olifant. Dus ook dat is weer relatief. En ieder mens krijgt zijn problemen op zijn weg. En de wet van relativiteit die zegt dat ieder mens een reeks problemen in zijn leven krijgt. En het gaat erom hoe jij ermee omgaat. Dus zie jij het als een strijd? Zie jij het als een probleem? Of hou jij er je kracht uit? In plaats van dat je denkt van, hé, wat een pech heb ik weer. Het is maar de mindset. En wat deze wet ook zegt, is kijk vooral ook naar het leven van een ander. Ook dan is jouw probleem ineens weer relatief. Want het probleem van een ander kan veel groter zijn als jouw probleem. En ja, zie deze wet zegt ook dat je de dingen als een test moet zien, als levenslessen. Zodat jij uiteindelijk als ziel groter en sterker en meer evolueert. En al die dingen die je meemaakt, die op je pad komen, je kan heel veel voor je kiezen krijgen. Blijf sterk, want wij zijn onze eigen kracht vergeten. Wij hebben zoveel licht in ons. Wij kunnen alles aan, anders zou het niet in je leven gebeuren. En ja, de een krijgt wat meer voor zijn kiezen als de ander. Maar weet vooral dat als jij vooral mediteert en rustig blijft en je momenten pakt om echt weer op te laden, want dat heb je echt nodig om het te integreren en belichamen, weet dan dat jij dit aan kan. Anders komt dit niet in jouw leven. En deze wet zegt ook dat alles is betrekkelijk, alles is relatief en elke ziel krijgt uitdagingen. Het is wat jij doet met die uitdagingen. En je beproevingen maken je krachtiger, hè? Als je terugkijkt op je leven en je denkt, waar heb ik nou het meest van geleerd? Dan is dat meestal van je ellende en van de momenten dat het eventjes niet zo makkelijk ging. En label ze niet als pech, maar haal eruit het positieve en kijk naar de levenslessen en hoe sterk het jou heeft gemaakt. Uiteindelijk maakt het jou een enorm sterk mens. Die veel meer tegenwind kan hebben. En we zijn eigenlijk overal maar bang voor. We leven natuurlijk ook in een maatschappij die ons angstig maakt. En ons laag houdt in onze trillingsfrequentie. Kijk maar naar het journaal en het nieuws. Daarom heb ik mijn televisie ook weggedaan. Nee, ik wil niet meer in angst leven. Want angst is het gebrek aan liefde. En ik wil in liefde leven. En we zijn bang voor de dood. Terwijl de dood bestaat niet. Het is een illusie. We gaan over in het niet-fysieke. En dan gaan we gewoon, dit is gewoon bewustzijn. Wij zijn een en al bewustzijn. We hebben alleen nu tijdelijk dit menselijke lichaam als ervaring. Dus alles is eigenlijk een illusie. De dood is een illusie. Het leven is één grote game. Je kan het leven ook als illusie beschouwen. Maar goed, ik wil niet te ver gaan. Te ver doordraven. Maar goed, nu je weet wat je wel wilt. Je weet nu wat je wel wil door alle dingen die je hebt meegemaakt die je niet wil. Dus dat is ook wel een hele goeie. Van, ik heb nu zoveel shit meegemaakt, dat wil ik echt nooit meer meemaken. En door een lijstje te maken van dit en dit en dit heb ik meegemaakt. Dit wil ik nooit meer meemaken. Wat kan ik eraan doen om dit nooit meer mee te maken? Heb ik mijn lessen eruit geleerd? Heb ik therapie gevolgd? Want dingen gebeuren niet vanzelf natuurlijk. Ik heb EMDR gehad om over mijn angst heen te komen van de stalker. Ik heb CGT, cognitieve gedragstherapie, gevolgd. Omdat ik mezelf het niet waard vond om een goede man te krijgen, in een goede relatie te zitten. Waardoor ik door mijn pestverleden in een afhankelijke situatie ben gekomen. Dat zijn allemaal kerncognities, die hebben dat ontwikkeld. Dus innerlijk kindwerk gedaan, dus al die dingen. Wat doe jij eraan, zodat jij niet meer die situaties aantrekt in jouw leven? Je levenssituatie kan altijd veranderen. Alles is tijdelijk. Zie het maar als een wolk die voorbij komt. Dus als jij een probleem hebt, zie het dan als een wolk. Van oké, ik heb nu een probleem, maar ook die gaat wel weer weg. En alles heeft altijd voor mij gewerkt. Dat is ook een hele mooie affirmatie. Van hé, ik ben nu zo en zo oud. En alles is altijd op zijn pootjes terechtgekomen. Ook toen ik toen dacht van dit gaat niet goed komen. Dus ook dat is weer betrekkelijk en relatief. Alles komt uiteindelijk goed voor jou. Alles werkt voor jou. En als jij dat tegen jezelf blijft zeggen, van alles werkt voor mij. Dat is een hele stevige, sterke mindset die heel positief is.
Ja. Nogmaals, kijk naar welke levenslessen je eruit kan halen. Zie het niet als pech van, oh, dat heb ik weer. Ik heb mijn leven ook wel vaak als een struggle gezien. En ik heb er zelfs een beker van. Maar niet meer. Nee, ik vind het... Ik zou bijna willen zeggen dat ik het leuk begin te vinden. Niet dat ik shit wil, maar ja, ik kan er wat mee. Ik snap nu het grotere geheel. Ik kan het nu vanaf een afstandje bekijken. Van, hey, dit gebeurt me met een reden, anders komt het niet in mijn leven. Terwijl vroeger zat ik er middenin. En dat is het verschil. Toen dacht ik echt van, nou, ik ben het slachtoffer, wat gebeurt me nu weer? Terwijl nu kan ik vanaf een afstand kijken van, hey, dit gebeurt er nu in mijn leven. Wat kan ik hiermee? Wat voor lessen kan ik eruit trekken? Nou, dat geeft zoveel rust, alleen dat al. Dus dat wil ik graag als tip aan je meegeven. Van als je nu ergens mee worstelt, bekijk het even vanaf alsof het niet met jou gebeurt, maar met iemand anders. Of zie jezelf vanuit een hoek staan en kijk naar jezelf. Hoe ga je met de situatie om? Wat doe je ermee? Dat soort dingen. En denk vooral niet, ik wil verder met mijn leven wegmoffelen en onderdrukken. Nee, je kan beter nu het verdriet en de ellende en de pijn voelen. En het vervolgens verwerken. In plaats van 10, 20 jaar mee lopen en het alsnog doen. Dat schiet niet op. Want het kost ook bergen vol met energie en tijd. Dus deep divers, duik naar binnen zou ik willen zeggen. Be badass, doe het werk. En uiteindelijk gaan we allemaal omhoog in ons bewustzijn. En daar doen we het voor, want dan gaan we naar de vierde en de vijfde dimensie in ascensie. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Like en share, geef me een duimpje, zou ik leuk vinden. Als je nieuw bent op mijn kanaal, abonneer je dan, zou ik ook leuk vinden. Daarnaast zit een notificatiebelletje, die kan je inklikken en dan word je automatisch op de hoogte gehouden van elke nieuwe upload van mij. En nou ja, ik wens je een hele mooie dag. En weet dat alles relatief en betrekkelijk is. En morgen wet nummer 10, want dit was wet nummer 9 van de 12. Oké, bedankt voor het kijken. Namaste.